Beloof jy Irma Himpel dat jy Sampie nooit sal verlaat nie. Dat jy hom in liefde sal eerbiedig en help. En aan hom onderdanig sal wees soos 'n godvreesende vrou aan haar man verskuldig is. Gekoop, ek het daarvan ontslaag geraak. En waar is het nou? In die trein waar het hoort. Weet jy ooit wie Margaret Thatcher is? Die eerste vrouwelijke eerste minister van Brittanië. Want sy dra miskien nie die broek in die huis nie. Sy dra beslis die broek in die land. En sy haar oore uitgeleen het aan sy chauvinistische opinies soos jou en as Sampie de Klerk, dan was sy nie vandag die pionier wat sy vandag is nie. So jy kan baie bly wees, ek het nie die adres van jou groot gehad nie, anders het ek miskien aan jou teruggeskryf. Is jy klaar? Ja. Waar is ons? Ek was honger en jy wou klaar, blykelijk klaar, bro. Ek moes gesê ons gaan 'n bietjie uiteet. Ek wil asseblief 'n sigaret hê. Ik woon dan iets meer verfijnd. Zo waar? Gewoonlijk zou ik tenminste mijn haren uitborsel en grimering aanzet. Maar niet vandaag, nee. Sampie moet weten langs wat hij wakker wil worden. Zijn ongeluk? Dat lijkt zo. Ik heb uitgewerkt dat ik 90 minuten per dag aan spandeer om skoon en mooi te lijken. Dat is 16% van mijn dag. En? Ik mis je leven. Ik verloor te veel tijd net om mijzelf te verzorgen. En ik denk dat is absurd. Denk jij ook is absurd, nee? Denk jij ik word de dag af, nee? En dit laat mij daaraan denken. Waarom anders mors ik mijn kostbare tijd? Karel, weet je hoeveel tijd mens mors als je bijvoorbeeld stoon en skorrelgoed was? Of slaap? Huh? Ik bedoel, wat betekent slaap dan eindelijk voor die samenleving? Oh, misschien slaap ik nooit weer niet. Skippertje, eerst een beetje. Nee, Karel, die leven is te kort, dat was die genoegtijd niet. Was eerst genoegtijd om te eten, nee. Tenzij. Tenzij wat? Tenzij je mij nog wel uitvat. Ja, baie graag. Maar afspraken is eindelijk ons maar net een manier om te kijken of ons van elkaar hou of hoe. Zeker maar, ja. Ik hou van jou, jij hou van mij, zo. Hou van mij. Afspraken is eindelijk maar net een mors van tijd. Ik denk het zal dood eenvoudig beter wees om net te trouwen. Wat? 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 Sampie de Klerk, zal jij alsjeblieft met mij trouwen? Irma, met jou te trouwen. Om mij die gelukkigste man op aarde te maken. Hallo, ik heb niet gewerkt, nee, Irma. Heb jij van die motorbike afgevoerd? Heb je al gezien? Van wat? Prachtig. Wat moet ik nou doen? Oma! Oma! Rarig! Van die val af en die sluit. Annie Sloot!
Life is a beautiful